We zijn weer in de island bezig en eerst even snel de stego's doormuteren in de hoop dat we even een 88 HP mutatie krijgen op de stego, dus ook net ziek zijn. En in de tussentijd kunnen jullie wel vast even snel alle links in de beschrijving checken voor mij. Zou heel ziek zijn als je dat wil doen en even de dingetje aan wil klikken. Ik waardeer jullie enorm. Dankjewel daarvoor in ieder geval. Like, abonneren en al die dingetjes. You know the drill, man. We gaan voorbereiden op de Craftmaster Ray, blijkbaar. Er zat in één keer een mega Craftmaster base in een tunnel waardoor ik doodging. Ik wou Artifact of the Pack halen voor de Monkey Balls, weet je wel. Alleen, ja, dat dus. Het ging niet zo goed. 84, 84, 84. Female, ja, daar heb ik weer net niet zoveel aan. Ik laat deze gewoon lekker doorkietsen. En dan zie ik wel wanneer ik een 88 HP stat stego krijg hier. Oké, we gaan even snel door naar de plek. We moeten even iets van spulletjes meenemen nog. Misschien extra vlak mee. Ik weet niet wat ik er allemaal kan vinden. Ik moet een tech rifletje hebben voor tech walls en al die dingen, weet je wel. Oké, tech rifle. Tech rifle. Nice. En rocket launcher heb ik. Misschien moet ik extra rocket meenemen. Extra rocket launchers. Tak en tak. Stop bij. Ik weet echt niet wat ik allemaal kan aantreffen hier, man. Ik zie het wel. Boots. Vlak. Leggings. Twee erbij. Chest. Tak, tak. Handschoenen. Tak en tak. En helmen. Tak en tak. Nou, dan hebben we in ieder geval genoeg shit. Dan wil ik even sleeping bags hebben. Sleeping bag. Maak er even 5. Die zetten we allemaal daar neer. Ondertussen is de vivarium ook lekker door aan de pompen. Heel goed. Moet ik nog een extra stego mee? Misschien wel, hè. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Is wel beter. Dan heb ik altijd eentje bij de hand nog. Oké, stego. Maar we moeten even zadel hebben voor de stego. En ja, op zich zaten er helemaal niet zoveel kogels in. Misschien is het wel gewoon beter om te soaken in plaats van te rocket rushen, weet je wel. Gewoon even rustig aanpakken, want ik heb denk ik de tijd. De Craftmaster was niet thuis in de vorige aflevering, dus ik hoop dat hij dan nou ook niet is. Oké, ik TP even snel die kant uit. Wat is dat ding? Hier is dat ding, hè. Ja. Oké, let's get it. Scoot. 68, 56. Dat zijn de coördinaten ongeveer. Alright, let's go. Scoot, scoot. Rennen, hup. Bep. Oh, deze bep. Deze bep neem ik wel even mee trouwens. Sleeping bag. Heb ik nog een cryopod? Nee, ik heb geen cryopod voor deze bep. Ah, dat is verlept. Hoezo heb ik nou weer geen cryopod voor deze bep? Waar... Oh, niet handig. Niet handig. Dan staat deze altijd hier zo verdwaald te staan. Ja, dan weten mensen in ieder geval wel dat ik hier ben geweest. Dat is een dingetje. Ik haal hem wel een ander keertje op. Sleeping bags moet ik daar nog even neerzetten hier. Even kijken waar het ook weer was. Iets dieper de grot in sowieso, dat wel. Dieper, dieper, dieper. Oh, allemaal dino's. Dung beetles. Ik heb dung beetles ergens. Volgens mij heb ik die in Genesis, maar... Ik moet eigenlijk... Dat is wel een dingetje wat ik eigenlijk nog moet doen. Dat zijn die Plant Special X-Seed dingen, man. Dat helpt echt enorm voor stego's. Die worden helemaal gesloten dan, gek. Maar dan moet ik wel even keer de tijd van nemen. Ik wil geen rabies. Ik wil geen rabies. Ik wil geen rabies. Ik wil geen rabies. Waarom kan ik niks raken? Waarom mis ik alles? Hallo? Waar was het? Was het hier? Nee, ook nog niet, hè? Hallo? Nee, ik heb het gevoel dat ik weer omhoog ga of zo. Dat is ook wel niet de bedoeling. Ik moet hier omlaag, toch? Nee. Huh? Waar moet ik heen? Waar ga ik heen? Oh, au. Zo, jong! Oké, tech rifle het is. Oh, dat werkt wel iets beter. Is het hier? Nee, man. Ook nog niet, hè? Huh? Hey, hier ben ik wel langs opgelopen, right? Explore node hebben we hier nog. Ik hoor een sound. Nee, joh! Waar is die base heen? Ik ben echt compleet de weg kwijt, ouwe. Niet te zuinig ook. Nee, het is hier! Het is hier! Ja, het is hier! Holy shit, oké. Okay. Sleeping bags neerleggen. Alright. Dan gaan we hier maar gewoon even rustig soken met Pep. What the heck? Oh, die past niet door de gat heen zeker. Oh nee, hebben we dit gezeik. Oh. Draai. Oké, okay, op zich soak ik er wel een boel. Deze hele muur soak ik toch? Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. En daar staan ook nog allemaal turrets. Wat de hek, man. Ja, scheelt ook van die dikke vette Uber-stego's hebt. Die zullen niet snel doodgaan hierdoor. Ik heb alleen niet het beste zadel erop liggen. Maar ik denk wel dat ik het red rijd. Die turrets voorin hadden in ieder geval niet heel veel bullets. Maar ik weet niet wat hier het geval is. Ik zou het in principe kunnen runnen. Maar ik vind het een beetje, ja, een beetje risky business eigenlijk. Liever niet. Als het niet hoeft, dan doe ik het liever niet. Oké, okay, eentje is al leeg. Okay, ik kan er wel onderdoor, dat is gunstig. Oh, nou kan ik alles soken. Ja, ja, ja. Dit is mooi. Dit is mooi, dit is mooi. Ja, ja. Oh, Craftmaster. Oh, ja, ja, Craft. Oh, er staan nog veel meer, ouwe. What the fuck?
Hoezo zoveel? Misschien moet ik het wel runnen. Ik zie daar ook een opening waar ik in kan. Zit hier nou legit een hele base, gast? Ja, op zich. Ik vind het niet erg, hoor. Dan kan ik lekker looten. En er zit ook alleen maar ammo in de... Er zit alleen maar ammo in de tech turrets. Dan kan ik gewoon kapot rocketen. What the fuck? Oh, nou schieten ze wel. Oh, die heavies, die staan zeker op player only of zo. Huh? Welke turret schieten als ik beweeg? Oké, wacht eens even. Ik schiet even een raketje. Ja, kijk, what the fuck? Nee, joh. Nee, joh. Oh joh, ik kan het gewoon kapot schieten. Ik hoef helemaal niks te soken. Wat scuff dit. Nee, Crashmaster, je hebt echt één hele grote fout gemaakt, gast. Je hebt echt een massale fout gemaakt, ouwe. Niet te doen. Ik ga stuk. Ik ga stuk. Oké, nou, pak maar aan, gek. Hoppa. Die tech turret is allemaal kapot, Jank, hier, of niet? Of die cliff. Ik doe wel gewoon een cliff kapot schieten. Oh nee, er stort toch niks in, want het is ark. Dat is altijd de grootste fout die ik maak. Als je een cliff opblaast, dan stort er niks in. Oh, ja, die tech nog. Oké, staat er nog iets? Au. Ja, er staat zeker nog iets. En nou? Au, nog steeds. Au, au, au. Oké, die is ook kapot. Au, mijn rocket launcher is kapot. Gelukkig heb ik allemaal nieuwe meegenomen. Dat scheelt weer een boel. Hoeveel staat er nog? Ja, dat gaat helemaal rondom, ouwe. Boven in tech, onder in heavy. Maar als ik naar binnen kan, dan kan ik naar binnen toe, weet je. Dat is wel echt heel grappig. Er zitten ook helemaal niet veel shards in. 222 nog maar. Ja, hier wordt hij wel weer kapot geschoten door iets. Door een turret, huh? Oké, ik denk dat ik nou wel tijd heb om hier naar binnen te gaan. Oké, ik ben binnen. Kijk, dan is het helemaal dichtgebouwd. Wat de heck? Rustig deurtje eruit blazen. Kijk die damage, man. Wat de... Nee, oh, kijk hier. Oh, nee. Yes. Oh, lekker, man. Hoppa. Entree. Craftmaster gereed in deze cave, mensen. Oh, my God. Cloning chamber. En er staat alleen nog helemaal niks. Alleen wat forges. En een... Oh, hier heb je wel een val, man. En die laat ik die even opblazen. Ja, het is ik versus iedereen, hè. Jullie weten het. Ik versus iedereen. En de Craftmaster valt er ook onder. Hoppa. En neer. Wow, nee. Hey. 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 169 heavy turrets. 164 tech turrets. Ouwe, what the fuck? Dit pak ik hier. What the fuck, ouwe. Oh my god. Die kan ik ook wel even gebruiken. Een heel extra tech setje mee. I don't give a shit. Tech generators. Dit mag je houden. What the fuck? Niet normaal. Hier zit geen element in. Misschien hier nog een beetje metal of zo. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga stuk. Ik ga helemaal stuk, ouwe. Holy shit. Oh, dit is wel echt heel unfortunate voor Rudy en Joost. Even serieus. Oh, nou kan ik mijn basis echt vies lijp upgraden. Ik heb nog meer dan 200k aan boedens liggen. Dus ik kan gewoon al die turrets, kan ik sowieso 1000 kogels in stoppen. En shards ook gewoon... Hier was hij aan het bouwen. Dit was gewoon nog helemaal niet klaar. Hij was gewoon bezig hier nog. Het is helemaal geen volledige basis. Het zit helemaal dicht. De turrets die waren nog niet eens gevuld. Hij had alleen de element shards nog in de turrets gedaan, joh. Oh my god. Kan ik nou eindelijk bij de artifact... Volgens mij zit die artifact ook letterlijk hier achter de basis verstopt, man. Huh? Ja, is dit niet die spot? En hier staan letterlijk turrets ook bij. Oké. Okay. Ja, toch. Hier staan nog twee turrets. Zit hier wel ammo in dan? Of hoe zit dat? Oh nee, ook niet. Hij was hier echt nog gewoon bezig. En ik heb hem flink gecounterd. What the fuck? En ook echt heel lijp. En de artifact of the pack is binnen, mensen. Holy shit. Op mijn dag kan niemand stuk. Ik terug. Oh, gek. Ja, als jullie nou nog niet geabonneerd zijn, dan weet ik het ook niet meer. Maar ik kan nou echt... Vieze turretorens maken, jongen. Oh my god. Dit is echt, echt niet normaal. Dit is wel echt een van de bigste profits die ik ooit heb gemaakt. Craftmaster logt dadelijk in.
Nou, ga lekker even al mijn 300 turrets plaatsen die ik heb gecraft als een craftmeester. Nee, craftmeester. Ik had heel toevallig de artifact op de pack nodig. Dus ik kwam heel toevallig in jouw grotje omdat ik een gorillabos moet verslaan. Get fucked. Get fucked. Zou ik deze hier laten staan als artifact voor de craftmeester? Vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dan haal ik die andere Beb hiervoor haal ik wel even op. Je crafter. Daar heb je tante Beb. Leuk kennis te maken met tante Beb. Get fucked. Shoot. Dan mag wel even een slokje waifu op gedronken worden, of niet dan? Cheers, mate. Bam, 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 bam. Ah yeah, maakt niet uit, insectwezens. I don't give a shit. Ik heb 300 turrets geloot. Oh my god, hij was hier gewoon bezig aan het preparen om mij weer aan te vallen. Ik kom ertussen met mijn hoofd. Hallo. Hoe is het met jou? Easy in the bank. Pocket in the bank, money in the bank. Even kijken waar ik al mijn turrets neergezet. In de vulkanendeel en in mijn ice cave, yeah. Ah, ik kan dan mijn hele breed gedeelte achter in de cave. Kan ik nou ook gewoon letterlijk helemaal volgooien met turrets. Dat ik daar gewoon mijn tweede craft area ga maken, weet je wel. Nou, ja, dat was dat. We hebben... ondertussen ga ik wel even op zoek naar een Tio Kaleo's hier in de Redwood. Even rustig aan. Eigenlijk moet ik ook even gewoon speedrun naar mijn eigen basis doen. Als ik nou word gekild, dan heb ik een zuur leven. Ik ga het niet ontkennen. Dan is het echt niet meer grappig. Oh, Teresino, waar zit je in de boom? En ik mis je al zo, Teresino. Oh, daar zit er al eentje. In de boom. Wees je al omlaag? Huh, waar zit Teresino heen? Daar. Nee, ook niet. Er zat er net eentje 100% in de boom, gast. Oh, hier. Oh, Teresino, Telekleo, sorry, Jezus. Oké, twee hoekklaas erbij weer. Nice. Ja, in principe heb je het ook zo verzameld, hoor. Stelt geen frik voor. En dan kunnen we eigenlijk al in de volgende aflevering de Monkey Boss gaan killen, man. Dat is wel dik. Dan hebben we die ook gewoon weer even verslagen. Kunnen we die ook afstrepen. Nou, die is ook neer. Oh, dan kwetsel, joh. Oh, dat is Pterodon. Nou, hoekklaas. Dan zak ik hier nog eentje in de boom. Ook level 4. Waar de Teresino zit, die span hier toch ook, of niet? Oh, jij bent de schattig hondje. Oh, snu. Oei, oei, oei. Nou, nog eentje keer, dan heb ik er sowieso wel genoeg. Oh, hier zit er eentje. Ja. Yeah. Level 8 ook. Oeh. Bim, 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 bim. Oké, nou, we hebben genoeg van die zooi. Dan gaan we snel door naar de Teresino's. Even snel zoeken. En die toxin heb ik 100% al. Die heb ik al gefarmd. Ik weet gewoon zeker. Die Spino dingen moeten nog killen. Oké. Nou, kietelkipjes neer. Nou, de klauwen. Kun je zeg maar je dino's klonen en dan die dino's weer killen voor de loot? Of voor de apex drop, zeg maar. Of werkt dat niet? Denk ik niet, hè? Oh, nee. Nee, ik ga nog niet meer met broes nakken, G. Nou, weer klauwen erbij. Alleen het enige klote zijn wel die Spino's, dan moet je er 10 van hebben. En die geven maar 1 per ding, zeg maar. Dus je hebt gewoon even een kill quest om 10 Spino's te killen, zeg maar. Maar ja, weet je, het valt allemaal ook wel weer mee. En dan kan ik eigenlijk veel beter een aberration doen, die Spino sales. Het spannen veel meer Spino's bij elkaar door dat riviertje heen, zeg maar. Oké, nou jij. Hier nog zo'n unit, kom maar door. Dan heb ik ook al genoeg van die Teresino dingen. Poepoe. Hier staan nog maar 3 bij elkaar, joh. Dank u. Merci, merci beaucoup, gatje. Bim, 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 abba. En merci. Right, ja, Teresino zoek ik sowieso niet meer voor om te draaien, nou. Megalodon heb ik ook sowieso. Die toxin is groot. Kans dat ik die heb. Dan moet ik eigenlijk alleen nog even die Spino dingen hebben. Die heb ik nog niet bij elkaar verzameld. Dat is wel een ding. Maar Spino's die spannen niet heel veel op de island. Dus misschien kan ik beter gewoon even naar Aberration gaan. Om die te farmen. Oké, even kijken. Ik leg even eerst mijn turrets allemaal weg. En dan... gaan we verder naar Aberration. Oh, dat kan echt niet, ouwe. Dat kan echt niet. Dan mogen jullie niet tegen Rudy en Joost tellen in de comments bij hun. Want anders... anders worden ze bang. Dus ik moet ze nou juist naar me toe lokken. Dan kan ik ze helemaal kapot maken met 300 extra turrets, weet je wel. Oh, dat is echt niet normaal, gast. Ik ga stuk. Element, die kan weg. Ik heb transferable, toch? Ja, nice. Nou, dan gaan we ook even snel naar Aberration.
Oh yeah, let's get it. Hier in dat water beneden zit vaak al een Spino. Hier zit er alleen. Lekker, 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 lekker. Dat is wel aberrant Spino. Ik weet niet of dat uitmaakt. Nee, dat maakt niks uit. Nice. Kijk, hier nog eentje. Ja, zo schiet dat lekker op, man. Ik wist het, ik wist het. Nice. Hier nog eentje. Jezus, man. Dat is wel echt niet normaal. Daar nog eentje. Jezus. Ze liggen voor het oprapen hier, gek. Hoppa. Heb je hier ook nog eentje? Ja, level 44. Ik heb dus eigenlijk ook nog nooit goede Spino's gehad in deze... In al die arc-clusters hier. Misschien is het nog wel leuk om te doen. Een keer goede Spino's stemmen. Want eigenlijk zijn die helemaal niet verkeerd. Hoeveel heb ik er nou? Ik heb er 8. Ik moet er nog 2 killen. Ja, nog eentje. En dan zijn we klaar met Spino's. Nou, daar heb ik wel de laatste. Jezus, dat gaat wel echt heel makkelijk, man. I like it. I like it. Alright, dan hebben we die dingen ook verzameld. En dan kunnen we terug. Dan zijn we ready voor de Monkey Boss. Maar de Monkey Boss... Ooh, it's just me, myself and I. Solo ride until I die. And I got me in my life. I don't need anything to keep me through the night. Oh, zo. Oh, wow, ja. Yeah. Nice. Oké. Okay. Doen even onze Apex dropjes hierin, joh. De sails. De tanden. Hoppa. En die toxin, G. Wat dat? Of kan dat spoilen, die toxin? Nee, toch. Het is een Apex drop. Apex droppen spoilen toch niet? Maar waar heb ik dan mijn Megalania toxin? Want al mijn Apex drops liggen volgens mij daar. Oh nee, die liggen in deze volgens mij. In de koelkast misschien? Freaking no, gast. Oh wacht, Apex drops kunnen wel spoilen volgens mij. Ja, dan weet ik nou in ieder geval niet waar het ligt. Ik ga nog even kijken in Aberration, in Genesis. Ik moet het ergens hebben, ouwe. Ik weet het gewoon zeker. Ik heb het al een keer gefarmd. Maar ja, dat zien we wel weer. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En ik check jullie weer graag bij de volgende aflevering.